beginnen deze video op een late zondagmiddag. En het lijkt misschien alsof je kijkt naar een vrouw die denkt, ah, ik ga nog even lekker in de zon liggen, even relaxen. Maar de waarheid is dat ik hier dacht, ik moet echt nog even de zon in, want ik heb vitamine D nodig, exact een kwartier, langer niet. En het moet echt per se nu vandaag, want het wordt al bijna herfst. En nou, wat ik hiermee wil zeggen, is dat ik best veel dingen van mezelf moet. En dat ik er eigenlijk helemaal niet over nadenk, of ik dat nou eigenlijk wil. Nou, dat leek me wel een goed onderwerp voor deze video. No judgment, please. Zeg ik er vast even bij. Want als ik ook nog allemaal kritieken moet incasseren, dan wordt het wel heel veel. Nee, grapje. Goedemorgen. Hallo. Heel erg leuk. Gezellig dat je weer kijkt. Ik ben me aan het opmaken, want er breekt een nieuwe week aan. En ik dacht, dit is wel een week om even te filmen. Ik ga mezelf wel dingen aandoen dat ik denk, waarom heb ik dit allemaal in één week gepland? Wat doe jij eigenlijk allemaal voor je fysiek onderhoud, laat ik het zo zeggen? Bijvoorbeeld ga je naar kapper voor haar verven, laat je je nagels doen, pedicure, dat soort dingen. Ben ik benieuwd naar. Dat doe ik allemaal niet. Ja, ik ga wel naar de kapper, maar ik verf niet mijn haar. Ik doe nooit wat aan mijn nagels. Ja, zelf. Maar toevallig deze week heb ik alles wat ik doe, gebeurt toevallig deze week. Dus het, gewoon, nou, ik dacht grappig week om te filmen, maar we gaan het zien. Ik doe al een paar malen aan LPG. Daar heb ik eerder over verteld hoor. Dan krijg ik een strak pak aan, een bindweefselmassage. En dat doe ik bij Asina. Ik vind haar ontzettend leuk. En via mijn video's, zij heeft heel veel nieuwe klanten gehad. Dus toen zei ze een tijdje geleden van, joh, ik geef jou als bedankje een laserpakket cadeau. Waarbij ik dus mijn lichaamshaar laat weglaseren. Het is net zo onaangenaam als dat klinkt. Niet alles hoor, want ik ben hartstikke blond. Dus bijvoorbeeld armen en zo. Volgens mij kan dat niet eens. Maar wel oksels, bikinilijn, benen wilden ze nog gaan doen. Ik neem je wel weer even mee. Voor de gezelligheid, hè? Hoe vaak krijg je nou de gelegenheid om te zien hoe iemands haar wordt weggebrand? Het is toch amazing? Dan morgen moet ik naar de manueel therapeut voor mijn rug. Nou ja, dat is soms ook wel een beetje heftig. De dag daarna krijg ik een peeling bij de Van Rosmalen Kliniek. Microneedling in combinatie met, volgens mij had ze het vorige keer over vitamine C. Dat wordt heftig. En daarna denk je, nou, je bent wel klaar. Nee, want weer een paar dagen later, laten we hopen dat mijn gezicht een beetje meevalt. Dan zie ik natuurlijk mijn lover. En ja, wat die allemaal doet, dat was het laatste van zijn, was een grapje. Een soort van, ook weer niet. Snap je het? Nee, drukke week. Op naar Rotterdam. Lekker laseren. Zijn we weer? Yes! Het is alweer 6 weken geleden, of niet, ja, die laser? Ja, klopt. 6 weken geleden. Okay. Hoe gaat het nu? Ja, goed. Wat aardjes wat gegroeid is? Een klein beetje, maar wel echt veel minder gelijk. Ja, lekker toch? Zeker oksels, hoef ik eigenlijk niet aan te denken meer, ze elke dag scheren. Ja, we leggen het ook onszelf op, of niet? Dat is zeker. Ik heb ook een vriendin en zij laat expres haar oksel haar staan. Ja, ik heb ook een vriendin die dat totaal niet ermee bezig zijn. Maar ik doe het ook echt voornamelijk voor mezelf. Ik doe het helemaal niet, totaal niet voor een man of zo. Ik doe het echt voor mezelf. Ja. Ik wil zelf op mijn gemak voelen. Ja, inderdaad. Ik denk dat dat wel belangrijk is, inderdaad. Heb je nou nooit dat je 's ochtends opstaat en dit moet doen, dat je denkt, ik heb helemaal geen zin? Nee. Ik heb weer zo'n vrouw met haar benen bij. Nee. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen, maar preuts ben ik niet. Behalve dat ik dit echt wel een dingetje vindt. Je ligt daar zo. Maar echt complimenten naar Asina. Zij doet dit zo goed. Qua vriendelijkheid en je op je gemak stellen, kan een gynaecoloog nog van haar leren. Als je hier kan zien, zijn allemaal bultjes ontstaan. Ja. Maar dat trekt ook weer vanzelf weg. Dat zijn gewoon een U-ding door de laser natuurlijk. Ja. En dat betekent dat de haren goed zijn. Lekker. Ja. Die is lekker. Lekker. Dan weten we zeker dat die haren weg zijn. Ja. Oké. Nou, dan gaan we weer. Ja. Heel eerlijk, het was wel even doorbijten op een aantal plekken. Niet allemaal. Bikinilijn viel gek genoeg wel mee, maar die benen. Dat was ook de eerste keer dat ik benen deed trouwens. Dat wordt hierna minder. Want het schijnt dat hoe meer haar of hoe dikker je haar zijn, hoe meer pijn het doet. En na 1 behandeling wordt je haar al dunner. Dus
Oké, nou laat je niet afschrikken. Als je zoiets wilt doen, zou ik echt zeggen, ga naar Asina. Gewoon omdat ik haar echt een schatje vind en haar ook een beetje wil supporten. Ik vind het toch ook wel leuk in mijn video's om ook... mijn bereik is gewoon best wel groot tegenwoordig. En ja, er zijn ook zoveel meer mensen die hele toffe dingen doen en die niet dat bereik hebben. Dus vandaar dat ik het wel leuk vind om die mensen ook even een shout-out te geven. Help je elkaar een beetje. Nu ben ik heel even aan het bijkomen. Dan ga ik zo naar het centrum. En dan ga ik iemand interviewen voor de Dagblad Trouw. Rubriek Doen en Laten. Over financiën, dromen. Echt een hele leuke rubriek om te schrijven trouwens. Wel altijd een beetje stress dat ik dan weer mensen moet hebben. Ja, het klinkt als een soort mensenhandel. Maar het is echt, ik moet mensen hebben die ook op de foto willen. Maar goed, dat was even een huishoudelijke. Zal ik even tegen je aan blijven praten? Ja, ik ben nog niet klaar met tegen je aan praten, merk ik. Dus we gaan wel even door. Ik monteer natuurlijk die video's. Wat een informatie. Ik ben nog een beetje duf, dus vergeet me. Maar het valt me vaak op dat als ik dan mijn video's monteer, dat er eigenlijk zoveel leuke mensen op de wereld zijn. En ik denk, oh, van die word ik blij. Sommigen staan heel dichtbij, anderen staan wat verder weg. En dat is misschien even een mooie tegenhanger, omdat ik ook in de vorige video of daarvoor het even had ook over negatieve comments of... dat je kritiek krijgt. En dat gebeurt ook. Maar dat gebeurt alleen maar online. In het dagelijks leven kom ik eigenlijk bijna altijd leuke mensen tegen. Als ik zo kijk naar afgelopen jaar, denk ik echt superveel leuke, lieve mensen ontmoet. Ook veel leuke kijkers trouwens. Van de week nog 2 kijkers. Ja, ik film nooit interviews, want ik durf dat nooit te vragen. Dit is echt heel toevallig, maar ook met deze vrouw had ik een enorme klik. Ze is kleurenanalist en we gaan misschien binnenkort samen een keertje een video opnemen. Dus wellicht zie je haar nog een keertje voorbij komen in de vlogs. Dus al met al, toch weer een leuke middag. Ondanks dat ik ook best veel dingen van mezelf moet die niet per se prettig zijn. Hiervan kan je je soms ook afvragen of dat je er zin in hebt. Een uur met je kat rondlopen in de tuin, terwijl die een touw achter zich aansleept. Wat je voor veiligheidsredenen niet af durft te doen. Want ja, ik woon aan een dijk, stel dat die wordt doodgereden. Het is dus ook eigenlijk andersom. De kat laat meer mij uit dan ik hem. Maar goed, daar wordt hij wel heel gelukkig van. Net zoals dat ik word van haarloos zijn. Zijn misschien dingen waar je niet echt zin in hebt. Maar achteraf denk je toch, blij dat ik het heb gedaan. Ga maar schat, is oké. Ik vind het ook koud. Hij is er klaar mee. Nee, prima. Nou, uiteraard. Toop? Oh ja, ik heb mijn blouse uit, want ik kook met tomatensaus. Dus ik sta hier naakt. Nee, half naakt. Ik heb nog even dit gekocht. Lekker bio zuurdesembrood. Alles is bio. Met mais. En 2 muffins, want er komt straks nog even een vriendin langs. Ik film haar niet. Appelkaneel muffin. Toop? Vriend, je weet niet wat je mist. Maar eerst dit even, hè? Zien jullie tomatenschissel? Een schort zou handig zijn. Dit is trouwens ook zoiets waar ik nooit over nadenk. Ik kook altijd eten. Hoe moe ik ook ben, waar ik ook vandaan kom, het zou niet eens in me opkomen om geen eten te koken of om te bestellen. Ja, ik weet dat ik hier een beetje raar in ben hoor. Hoe is dat voor jou? Hoe ben jij met dit soort dingen? Meid, ik moet te veel van mezelf. Nou, ik krijg dat wel eens wat vaker te horen van mensen. Ja, hoe doe je dat dan? Want ik moet sporten, ik moet met vrienden afspreken en ik moet dit en ik moet zo. Ja, want wie moet dat eigenlijk? Vraag me dat altijd. En dan denk ik altijd van, hè, maar je bent toch je eigen baas? Maar schat, je hebt geen vrienden. Nee, nou, misschien is dat het, hè? Ja. Dat ik daar gewoon heel slim mee bezig ben. Ik heb geen vrienden. Ik heb geen sportschool waar ik heen moet. Ik heb alles contact met mijn familie verbroken. Je kan roken. Hey, maar ik heb wel eens interessant inderdaad, dat dus mensen inderdaad het gevoel hebben dat ze iets moeten doen van zichzelf.
Kijk, je hebt natuurlijk die uiterste overtreffende trap en jij die gewoon lui op de bank ligt, toch? Heb je het nou tegen Sof? Lullig zeg. Sof ligt letterlijk nooit op de bank. Nee, maar Sof volgens mij heeft volgens mij expres een keiharde bank gekozen zodat ze er niet op kan liggen. Oh. Ja, ze heeft een hele harde bank. Onze bank vind ik ook niet heel zacht, hoor. Nee, maar die wordt zachter naarmate die veel op liggen, dus dat is motiverend. Daar is mijn bank. Hij is niet hard, maar het klopt wel dat ik er eigenlijk nooit op zit, alleen met bezoek. Ik moet wel even, heel even een klein beetje relativeren, want ik denk dat ik nu wel een beeld bevestig wat niet helemaal klopt. Dat ik heel veel moet van mezelf. Dat vroeger wel, vroeger had ik dat heel sterk. Ook als ik inderdaad heel moe was, dat ik toch aan een bepaald aantal stappen moest komen, bijvoorbeeld elke dag. Dat soort dingen, dat heb ik wel helemaal losgelaten. Maar ik ben wel heel gedisciplineerd. En ook heel productief en preventief. Zoals bijvoorbeeld met sporten. Ik ga nu eerst sporten. Als je nu aan me vraagt, nou, zou je niet liever gewoon lekker ergens op een bank ploffen dus. En lekker koffie gaan drinken. Dan zou ik zeggen, ja, daar heb ik best wel meer zin in. Maar ik weet dat ik me lekkerder voel als ik gewoon ga sporten straks. En als ik dan lekker die koffie ga drinken ergens. Dan is ook die beloning groter en dan voel ik me fitter en het werkt gewoon. Want ja, ik ben gewoon heel gezond. Ik ben, dat weet je wel. Ik ben gewoon super fit. Dit is wel iets waarin ik steekjes laat vallen waar ik zelf soms van baal. Maar ik krijg heel veel berichtjes en die zijn eigenlijk allemaal ontzettend lief. En dat zijn allemaal mensen die ik heel graag persoonlijk aandacht zou geven. Maar daar heb ik soms niet meer de energie of überhaupt de tijd niet meer voor. En ik kijk eigenlijk nog maar 2 keer per week op Instagram, liefst nog minder. Dus ik weet ook dat ik daar soms berichtjes mis. Maar dat moet ik dan gewoon doen om het vol te houden allemaal. Dus echt sorry als je ooit iets hebt gestuurd. Ik heb niet gereageerd. Of ik heb het niet gezien. Of het is ergens tussendoor geglipt. Ook de reacties onder de video's. Het lukt me ook niet altijd om daar echt om op iedereen uitgebreid te reageren. Dus kan ik me dan wel rot over voelen. Daarin vind ik dan soms dat ik denk, ja, daarin schiet ik tekort. Maar ik weet ook van, ja, dat is dus iets wat gewoon, wat ik dan ook los moet laten. En dan maar hopen dat jullie dat begrijpen. Ik dus even sporten, kan ik weer trots zijn op mezelf, zo werkt dat. En daarna liep ik? Ja, het zit er in de buurt. Reed ik door naar de manueel therapeut op het dorp. Ik kreeg hier een paar naalden in mijn rug tegen triggerpoints. Doet ook even zeer, maar daarna is het zo lekker. Dus helemaal ontspannen ging ik even verder werken bij Klein Profijt. En laten we maar doorgaan naar de volgende dag, want dit lijkt allemaal zoveel op elkaar. Ik moest naar Rotterdam. Een brug na de Erasmusbrug. Ja, daar moet je even over nadenken. Ik wist ook niet dat hier een brug zat. Een brug na de Erasmusbrug? Welke kant op? De stad in. De Erasmusbrug? Ja, en dan nog een brug? Ja. Ik was net zo verbaasd als jij. Nee. Geloof je me niet? Nee, hoe heet die brug dan? Dan weet ik het. Staat er geen bord? Nee. Er staat rit 10. Brug open motor af. Staat er. Oh, nu gaat hij zo weer rijden, man. Er was even een hoop verbijstering over een onverwachte brug die open stond. Maar ik ben er, Rotterdam. Drukke dag. En ik heb over een half uur afspraak voor een microneedling. Even voor onder mijn ogen ben ik aan het aanpakken. Dat is toch wel het zwakste gebied in je gezicht. Omdat het dunste huid is, krijg je daar het snelst leentjes. En er is me verteld door een cosmetisch arts. Uitleg. Ik heb grote ogen. Ze zei dat is het grootste pluspunt van je gezicht. Meest opvallend, maar het nadeel van grote ogen is dat je spieren rond je ogen meer moeten knijpen om je ogen te bevochtigen. En daardoor krijg je sneller of eerder lijntjes dan mensen met kleinere ogen. Dus als je kleine ogen hebt, zie je er waarschijnlijk langer en jonger uit. Maar goed, daarom doe ik dus lekker mijn collageen even boosten, joh. Dat is echt niet lekker. Maar ja, daarna ga ik nog even boodschappen doen bij de groene. De organic shoppie. En nog even koffie drinken on my own. Really liking it. Everything under control. Heb ik het eigenlijk allemaal onder controle? Oké. En hoe lang blijf ik dit zien? Want ik heb straks nog een ding. Ja, dan zie je het zeker nog wel. Oh, echt? Ja.
Maar de glow? De glow, oh niet, nee, geen downtime. Oh, nee, heb ik geen downtime. De glow zie je. Ik krijg heel vaak vragen over dus mijn voorhoofd, terwijl ik daar misschien nog nooit botox in heb gehad. Nee. Dan gaat het. Dat is van jezelf. Dat is de vorm. Ja, de vorm. Ja, je hebt het gewoon echt niet nodig. Okay. Ik ga je een beetje bij doen. Komt ie. Ja, we hadden misschien toch een klein beetje vertovende crème moeten gebruiken. Want mijn huid is nogal gevoelig doordat ik een andere hele heftige crème gebruik. Ik zie wel dat je wel heel heftig reageert op de milde peelings inderdaad. Maar want gebruik je het nog elke dag? Bijna, gisteren expres niet, maar bijna elke dag, ja. Je mag hem nu wel echt even 2 weken laten, hè? Met, okay. Super heet aan die huid. Ja, dat klopt wel. Wordt het toch wat minder? Jij wordt wel iets minder. Ik heb het gevoel dat heel leuk gebrand. Het stond in de brand. Zo. Dit is nou zo'n situatie dat ik denk, ja, wie mooi wil zijn moet pijn lijden. Eventueel. Maar dit zat een klein beetje op het randje. Oh, wat zie ik eruit. Ik krijg helemaal witte plekken onder mijn huid. Dat is frosting. Dat is kennelijk iets met eiwitten, maar dat schijnt goed te zijn. Het deed zeer. Ik moet erbij zeggen, ik had geen verdovende crème. Dat kan, dan voel je het niet. En daarnaast, mijn huid is heel gevoelig door de tretinoïne die ik gebruik elke dag. Dus het is een super heftig spul. Kijk maar, in een andere video leg ik dat uit. Maar daardoor is mijn huid ook gewoon nog gevoeliger. Ik lag echt wel, het is zeer. Maar ze zijn zo lief. Ik ben echt gek op die meiden daar. Ze zijn echt zo leuk. Ik ben dus niet gesponsord om dit te vertellen. Ik vroeg gewoon, mag ik filmen? Ik kreeg wel een klein beetje korting op de behandeling. Maar ik kom hier al sinds mijn 26e. Ze zijn echt top artsen. Maar jeetje, wat deed dat zeer. Oké, nog wel heel even voor de duidelijkheid. Normaal gesproken reageren mensen niet zo heftig op deze peeling. Dat is dus echt omdat ik al heel veel doe. Eenmaal thuis trok de pijn weg, kon ik gewoon eten koken en ik heb zelfs even op mijn bank gezeten. Wel geteld 10 seconden. Oké, nou, daar moet ik nog een beetje mee oefenen. Dit was de volgende dag. Hier reed ik even naar Daantje. Net wezen sporten. Nou, wat vinden jullie ervan? Als je goed kijkt, dan is het wel niet best. Maar ik heb er aardig wat make-up op gegooid. Dat doe ik normaal niet. Nu wel. Nou ja, hebben we weer de update? Nou, waar is ze? Waar is ze? Waar is ze? Hallo. Hallo. Baby. Hoe is het? Het ziet er wel lekker uit. Hallo. Ja, ik dacht... Het ziet er mooi uit. Maar je ogen is echt heel mooi. Ja? Ja. Oh, lief. Nou, Danielle heeft nu de behoefte om me op te knopen, hoorde ik net. Ja. Je op te knopen. Je werd wakker en je dacht vanochtend sjaaltjes. Ja, ik deed dit om en toen dacht ik, het is wel een goed thema om ook te gaan filmen als je langskomt. Maar ik wist niet eens dat sjaaltjes mogen. Is dat weer... Ja, dit is weer in. Jou staat wel echt leuk, met je mooie bruine oogjes. Ik heb voor jou ook leuke kleuren. Ja, ze heeft voor mij weer alle outfits die ik toch niet ga kopen, omdat ze bij elkaar 20.000 euro zijn ongeveer, of niet? Dat is wel... Deze is dan 500 bij elkaar. Ja. Oh. Het is wel mooi kijken, want hoe normaler jij over die bedragen doet, hoe meer ik ook het gevoel krijg dat het normaal is om dat eraan uit te geven. Maar het is natuurlijk niet normaal. Of wel, het is wel normaal. Nee, het is niet normaal. Ja, wat is normaal? Ja, ieder zijn standaard. Maar ik ga niet nu 1000 euro aan kleding uitgeven, laat ik het zo zeggen. Jij houdt ook van luipaard. Ja, ik vind het stiekem dus echt wel leuk. Dit is weer iets heel nieuws. Kijk dit nou. Oh, groen. Het is wel leuk dit. Kijk nou. Very apart. Oh ja, ze gaat nu even knopen. Ja? De kleur zit echt mooi. Padvinder. Mooi, hè? Ja. Padvinder. Ja. Ja, die hebben ook sjalenknoop cursus gehad. Ik ben wel lekker warm. Ik heb altijd koud. Ja, dit is wel heel lekker. Zo, inderdaad. Die hebben ook nog altijd. Dit is echt een trui. Die heeft... Ach, zomer. Dit is echt geweldig, maar ik zo duur. Kijk nou. Schitterend.
Om mezelf maar te beschermen en vooral mijn portemonnee ging ik maar gewoon even lekker werken. En daarna nog een stukje wandelen en rustig naar huis. Braaf, hè? Superbraaf. Veel te braaf. Nou, een paar dagen later was dat gelukkig wel anders. Sorry, dit is echt zo'n foute overgang dat die misschien wel leuk is. Maar dit is dus zaterdag. Al en Kilene wensen me heel erg veel plezier, maar dan op een iets explicietere manier. Goedemiddag, het is 2:30. Hij had een plan met me. Ja, hij is wel... Het is echt loslaten bij hem. Ik moet het echt helemaal... Hij is iets van plan. Ik mag niet praten, is me al verteld. Ieder ander die dat tegen me zou zeggen, die zou ik echt zwaar in opstand komen. Van hem kan ik het hebben. Kan ik het hebben. Hij is wel creatief op bepaalde vlakken. Dus, laat ik het daarom houden. Meer ga ik er even maar niet van maken. Maar ik heb er heel veel zin in. Alles bij me. Ik weet niet hoe lang ik blijf. Geen idee verder. Maar ik ga nu naar hem toe. Dus, doei! En dat zijn de laatste beelden die ooit van me zijn gemaakt. Nee hoor, grapje. Dit was even een inkijkje in een willekeurige, iets wat pijnlijke week. Allemaal dingen die ik toch wel een klein beetje moed van mezelf, maar waar ik tegelijkertijd ook heel vrolijk van word. Want kijk hoe vrolijk ik ben. En mijn huid is mooi. En ik voel me super fit. En ik ben gewoon blij. En kijk trouwens even tussendoor wat een waanzinnig café dit is. Ik wist echt niet wat ik meemaakte. Laat me weten welke dingen jij van jezelf moet en hoe jij hiermee omgaat. Heel even als tegenhanger van al die lieflijkheid en vrolijkheid. Ik heb nog een klein beetje bonusmateriaal voor je. Ik wil alvast zeggen tegen iedereen met een Mercedes, sorry. Er zijn echt ontzettend veel leuke mensen op de wereld. Gast, pas even op, joh. Dit. Zo, ik kan ook niet rijden. Ik kan iets heel onaardig zeggen, maar ja, ik kan niet op de vlog. Zo, of wat minder. Ja, klootzak. Sorry, ik zei dat ik ben moe. Je kutte Mercedes. Sorry. Zo, lekker rood lichtje heb ik. Nou, zo ziet de rest van mijn lichaam er nu ook uit op dit moment. Niet de aller... Zet even die auto neer, joh.